50 jaar geleden stapte Mieke als 10-jarige het podium op. Tot ze plots in het vizier kwam van de Nederlandse producer Pierre Cartner. Ik was meteen perplex. En dat was meteen de start van een lange carrière vol hits en bijzondere samenwerkingen. Schat, ga eens een beetje meer bewegen. Of moet ik je in je kontje knijpen tijdens het zingen? Al was niet iedereen meteen van. En ik moest eigenlijk van Mieke niet weten. Een lange, eerlijke babbel met zangeres Mieke over haar carrière. Nu heb ik het wel gehad. Nu wil ik wel eens iets anders proberen. Haar geluk en haar tegenslagen. Die mis ik nog altijd. En haar plaats in de Vlaamse en Nederlandse showbiz. Dat Mieke is wel een straf vrouwke, hoor. Eigenlijk ben ik altijd met heel veel liefde omringd. Mieke, een carrière. Een tweedelige docu met Michel Follet als interviewer. 25 en 26 december op Ment.